In Studio 2020 ontvangen we Nederlandse muzikanten die sinds maart van dit jaar in één klap hun volledige festival- en clubagenda in rook zagen opgaan. Muzikanten die ineens zonder een podium en dus zonder publiek zijn komen te zitten. Twee metersessies zet daarom de studiodeuren open voor een veelvoud aan Nederlandse muzikanten. Voor een mooie opname en een goed gesprek. Dit is het geluid van 2020. Welkom bij Studio 2020 opnieuw vanuit het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. In dit gebouw repeteren ook op wekelijkse basis de orkesten van het Metropool en het Radio Philharmonisch. Bij dat laatste speelde ook de gast van vandaag, Lotte Pen. Maar ze heeft er bewust voor gekozen om het Radio Philharmonisch Orkest te laten voor wat het is en haar eigen muziek te gaan spelen. Want, zegt ze zelf, in het Radio Phil speel je altijd muziek van anderen. En ik had zoveel eigen muziek. Die eigen muziek is bedoeld voor liefhebbers van dance, klassiek en pop. Kortom, alles bij elkaar. Dit is de bijzondere muziek van Lotte Pen. Triptych is een drieluik dat ik heb geschreven. Daarvan ga ik het eerste en het tweede deel spelen. En dat gaat heel erg over het verlangen naar rust en de onrust die je daarbij telkens in de weg kan zitten. Triptych. In mijn introductie verteld dat je ervoor hebt gekozen om bewust het werk in een orkest te laten, althans. Onder andere, ja. In orkesten, ja.
Je wilt echt heel graag je eigen muziek spelen op een podium. Ja. Wat is dat? Ik heb ongeveer 6 jaar geleden een hele duidelijke keuze gemaakt om alleen mijn eigen muziek te spelen. En dat was op dat moment heel erg nodig, omdat ik voorheen voelde het als uitvoerend muzikus alsof ik een rol speelde. De rol van de uitvoerend saxofonist. En dat zei ik ook vaak op het conservatorium zo van, ja, maar het is een rol die je speelt. En dat is me gaan opbreken. Ik ben 6 jaar geleden echt wel behoorlijk onderuit gezakt. Een flinke burn-out met lichamelijke klachten. Ik kon gewoon niet meer, letterlijk mijn lijf niet meer bewegen. En toen dacht ik, waar zit het hem dat nou in? En dat voelde heel erg omdat ik telkens die rol aan het spelen was. Terwijl ik wilde gewoon zijn wie ik ben. Gewoon niet telkens een rol, maar gewoon gewoon Lotte Pen wilde ik zijn. En ik merkte dat het toen de tijd heel erg nodig was om dus alleen maar voor mijn eigen muziek te kiezen. Want dan speel je geen rol meer. Maar dan ben je helemaal dat wat je speelt. Terwijl als je muziek van anderen speelt, kun je daar heel erg achter verschuilen. Terwijl ik het gevoel had dat het juist nodig was om me niet meer te verschuilen achter de noten, maar mijn eigen noten te spelen. Ik vind het behoorlijk aangrijpend klinken als je vertelt dat je een serieuze burn-out had vanwege die twijfel in jezelf. Ja. Dat was ook best heftig. Ja. Is ook echt helemaal daardoor dat burn-out element uit je leven verdwenen? Nou, ik denk als je... musici zijn vaak echt wel perfectionisten. En ik ook, weet je wel. Je hoort altijd, het kan nog beter, het kan nog zuiverder, het kan nog langer ademen, het kan nog meer samen, het kan nog... Het kan altijd beter. Het is nooit af, eigenlijk. Ja. Doordat je dat, als je dat overal in alles in je leven hebt, dan worden je eisen zo hoog, daar word je natuurlijk doodongelukkig van. Dus het blijft denk ik voor mijzelf altijd wel iets om in de gaten te houden van Lotte, het is goed. Het is goed zoals het is. Het is goed zoals je bent, het is goed zoals je speelt. Je hebt alles eraan gedaan. Nou loslaten. Kijk maar wat er gebeurt. Paternalism is een woordspeling tussen twee woorden. Patronen en paternalisme. En het gaat over patronen die zo diep ingesleten zijn dat het soms heel lastig is om eruit te breken. Maar ook over de vrijheid die het oplevert als je dat wel doet. Paternalism, over het uitbreken van hele vaste patronen.
Kun je blij zijn met het optreden van daarnet? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik hoor nog steeds dingen natuurlijk. En dat is ook beroepsdeformatie. Je hoort altijd, ik weet nu als ik het terug hoor, dat ik denk, ik had daar eigenlijk net iets. Het zou mooi zijn als ik. Tegelijkertijd kan ik denken, ja, maar dit was het moment waarin het gebeurde. Een moment midden in corona, waarin je zo lang niet live hebt gespeeld. Waarin, ja, dit is het moment. En daar zit ook het mooie in. In zo'n live opname. Ja, dit is het. Prachtig, kun je maar één keer horen. Je hebt wel een corona-gevoelig instrument. Ja. Was het niet raar om over jouw instrument en natuurlijk over de fagot en over de altes, zangers en blazers vooral, was een soort van besmette groep geworden. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik heb me als blazer niet direct meer aangesproken gevoeld dan andere muzikanten. Ik denk dat we als muzikanten allemaal en eigenlijk de hele creatieve sector, ja, zich op een bepaalde manier wanhopig voelt. En denkt, waar gaat dit heen? Weet je, wat gaat ons dit brengen? We hadden het al zo zwaar en we vechten al zo hard voor eerlijke betalingen. Weet je wel, we vechten al zo lang, zo hard en het is al zo lastig. Dat dit voelde voor mij in het begin wel echt als een tsunami haast. Dat je denkt, ja, dit was al vechten tegen de bierkaai, maar dit gaan we niet redden. En tegelijkertijd zie je ook wel een soort van verse energie. Hè? Zie je ook dat mensen kleinschalige dingen proberen te doen. Ik kan gelukkig mijn muziekwandeling gaan doen. Dat is maar met een groep van 30 mensen die met een koptelefoon op met mijn muziek wandelen. Door de buitenlucht, in de buitenlucht. Met als apotheose een live concert voor mij. Kleinschalig, het kan. Weet je wel, en dat is gewoon prachtig. Dat je ziet dat dat soort kleinschalige dingen ook meer gebeuren. En dat daardoor ook het publiek en de artiest steeds dichter weer bij elkaar komen. Dus ik maak me oprecht zorgen over de toekomst, maar ik heb ook wel echt hoop. Ik laat me graag inspireren door andere vrouwen. En vooral als ze al heel lang geleden leefden. Zoals Hildegaard van Bingen en Hadewig zijn twee vrouwen uit de 12e en 13e eeuw. Hildegaard van Bingen is een componiste en ook een mystica. En ik gebruik heel veel van haar melodieën. Die ik heel erg mooi vind, zo ook in het volgende nummer. Dat nummer heet Orenwoed. Een super mooi oud-Hollands woord, vind ik tenminste. Dat vond ik terug in de werken van de dichteres Hadewig. Ook een van de eerste dichteressen waar teksten van geschreven, teksten van teruggevonden zijn. En Orenwoed is echt een fantastisch woord. Eigenlijk is de letterlijke vertaling een soort hartstochtelijke minne. Brand, hartstochtelijk verlangen naar de minne. Oftewel het hogere of het ware of het schone. En tegelijkertijd zit in Orenwoed ook een soort gekte van het verlangen daarna, omdat het nog niet helemaal volledig is. Nou, en dat verlangen naar het hogere en ook haast die gekte van dat het er nog niet is, dat herken ik heel erg. En daarom heb ik er iets over geschreven, Orenwoed. En dat is ook een inspiratie voor mijn pelgrimage, de muzikale pelgrimage, waar je ook dit stuk in zal terughoren. Ik ga het vandaag voor het eerst live spelen. Thank you.
Bij ons thuis vroeger hingen overal klokken. Antieke klokken, moderne klokken en vooral heel veel luide klokken. Je wilde echt niet bij ons thuis zijn als het 12 uur 's middags was of 12 uur 's nachts. Oorverdovend lawaai. Best wonderlijk zoveel klokken in een huis waarin de tijd soms meer een vijand dan een vriend leek te zijn. We hadden heel veel haast voor mijn gevoel en niet zoveel tijd om soms helemaal niks te doen. Daarom heb ik een reflectie op de tijd geschreven, Chronon. Je hoort het tikken van al die klokken. Tikketum, tikketum, tikketum. Terug in de pizzicato van de violen. Chronon, mijn reflectie op de tijd.
Je vertelt heel veel bij nummers. Ja. En je vertelt heel persoonlijk. Ja. Waarom? Nou, dat valt wel samen, denk ik, met dat verbinden. En mijn muziek is misschien niet direct heel erg toegankelijk. Voor de een zal het meer toegankelijk zijn dan voor de ander, denk ik. Maar het helpt, denk ik, heel erg om te vertellen waar die muziek vandaan komt. En hoe ik erbij gekomen ben. En wat het, ja, waarom ik het belangrijk vind om dat aan anderen te laten horen. Dus ja, het helpt denk ik heel erg om mensen uit te nodigen. Om het uit te nodigen om het te binnen te laten komen. Want daar gaat het uiteindelijk om, met muziek. Niet dat, vind ik, niet dat ik maar mijn verhaal over iedereen moet uitspugen. En moet denken van nou, ja, het maakt niet uit of je het zelf niet leuk vindt. Ja, nee, ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen waarom het voor mij belangrijk is. En dat ze daardoor ook meer kunnen relateren aan de muziek. En daardoor ook beter geraakt kunnen worden. Ik eindig met de track Tabernacle. Al mijn nummers zijn persoonlijk, maar hier begon het eigenlijk dat ik durfde te componeren. Dat ik durfde mijn eigen muziek te maken. Het is namelijk voor de uitvaartdienst van mijn moeder. Die is ruim 3 jaar geleden overleden. En ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon opschrijven. Ik heb geen mooie woorden, maar ik kan wel wat maken. En dat werd Tabernacle. Een tabernakel is de Nederlandse vertaling daarvoor, oftewel het huis van God. En dit lied gaat over thuiskomen, ook als dat soms ingewikkeld kan zijn. Tabernacle.